Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest, georganiseerd door Studium Generale van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben Norbert Peters van Studium Generale en vandaag valt mij de eer ten deel om een boom op te zetten met niemand minder dan emeritus hoogleraar Pieter Baas. Pieter is botanicus gespecialiseerd in systematische en ecologische houtanatomie. In deze aflevering mag ik Pieter doorzagen over hout. Een botanicus zei mij een keer dat als je een team van de knapste architecten en bouwkundige ingenieurs bij elkaar zou zetten, dan zouden zij niet in staat zijn om zo'n wonderbaarlijk bouwmateriaal te bedenken als hout. Hout in al zijn anatomische diversiteit is een architectonisch wonder van de evolutie. In deze aflevering staan we stil bij boombiologie, houttechnologie, houtanatomie, houtherkenning en het belang van xyloteken of houtcollecties. En wie beter om over deze onderwerpen te spreken dan Pieter Baas? Pieter Baas is alumnus van onze universiteit. In 1962 begon hij hier aan zijn studie biologie. En hij spendeerde het laatste jaar van zijn opleiding in het Jodrell Laboratorium van de Royal Botanic Gardens in Kew. Ook promoveerde hij cum laude hier aan onze universiteit met een proefschrift getiteld Comparative Anatomy of Ilex, Nemopanthes, Spenostemon, Feline en Oncotheca. In 1887 kreeg hij een aanstelling als bijzonder hoogleraar systematische plantanatomie en 3 jaar later, in 1991, werd hij benoemd tot hoogleraar systematische plantkunde. Naast een indrukwekkende wetenschappelijke loopbaan met bijhorende publicatielijst brak hij ook in bestuurlijke zin meermaals een lans voor de botanie. In 1991 werd hij benoemd tot hoogleraar-directeur van het Rijksherbarium. 3 jaar na zijn aantreden kreeg hij bezuinigingen voor zijn kiezen die het einde zouden inleiden van de wetenschappelijke staf van het herbarium. Uiteindelijk wist hij na 6 jaar bestuurlijk en politiek gekonkel de bezuinigingen af te wenden. Ook speelde hij een sleutelrol in de stichting van het Nationaal Herbarium Nederland, waar de herbaria van de Universiteit Utrecht en Wageningen, samen met die van Leiden, die door bezuinigingen dreigden ten onder te gaan, samen te voegen in de Leidse collectie. Tot 2005 was hij wetenschappelijk directeur van het Nationaal Herbarium en voor zijn plantkundig werk ontving hij meerdere accolades en medailles, waaronder de Gouden Medaille van de Linnaeus Society in Londen en de Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tegenwoordig is hij nog steeds werkzaam als erelid in het Nationaal Herbarium Nederland, dat inmiddels onder is gebracht in Naturalis Biodiversity Center. Pieter Baas, we zijn zeer verheugd dat je bij ons wil aanschrijven. Welkom. Ik ben diep onder de indruk. Dat is mooi. En dan wil ik beginnen eigenlijk met, misschien wat een flauwe vraag, maar ik was eigenlijk wel benieuwd naar jou als houtanatoom, naar jouw favoriete boom. Mijn favoriete boom is Alstonia spatulata. Ik zal je zeggen waarom. Op de Marshall-eilanden spoelt al jarenlang drijfhout aan wat verschrikkelijk licht is en wat door de Marshallers wordt gebruikt als een soort piepschuim, kurksubstituut voor kussens. Ze gebruiken het als kurk, zelfs om lijken dicht te stoppen, dat die niet gaan lekken voor de bijzetting. En het is mij gelukt om dat te determineren als een moerasboom 3000 kilometer verderop in Thailand, Java, Sumatra. En het idiote geval was dat wij op het botanisch laboratorium, later in het Rijksherbarium, een gigantisch groot monster hadden, wat we altijd lieten zien bij practica. En dat noemden we balsa, maar het was helemaal geen balsa, maar dat bleek achteraf door microscopische vergelijking dit drijfhout uit de Marshall-eilanden te zijn. Oh ja, dit is een enorme zeereis. En dus, dat is, ik heb erover gepubliceerd, het is zo'n leuk verhaal vol gekke onwaarschijnlijkheden. Ja. Dus die boom, die wordt nu even mijn favoriete boom. Ja, nee, prachtig. En ik las dat het Nationaal Herbarium in Nederland, wat dus in Naturalis zit, dat bezit de grootste houtcollectie ter wereld. Heb ik dat correct gelezen? Dat heb je helemaal correct. Ik vind dat niet iets om trots op te zijn, want het is de grootste collectie van de wereld, omdat in Nederland alle overige collecties waar hard onderzoek aan gedaan werd, het Houtinstituut in Delft, de Universiteit van Wageningen, de Universiteit van Utrecht, het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, die zijn allemaal opgehouden hun houtcollectie te prioriteren. En die is nu allemaal geconcentreerd op Naturalis. Maar op Naturalis is ook maar 1 persoon die daar onderzoek aan kan doen. Mijn opvolger, Frederik Lens.
En dat is eigenlijk een veel te kleine formatie voor zo'n gigantisch grote collectie. Want hoeveel collectiestukken praten we? Dat is 130.000 exemplaren. Ja. En de op één na grootste collectie bevindt zich in Madison, Wisconsin. Dat is die van het United States Department of Agriculture. Die is slechts 120.000 exemplaren groot. Ja. Maar dus eigenlijk inderdaad bijeengekomen vanwege... Vanwege fusies. Financiële malaise. Vanwege fusies en inderdaad... Het lot van natuurhistorische collecties over de hele wereld staat best onder druk. Ja, omdat het dus ook maar eigenlijk een hele kleine bezetting is die überhaupt hier aan werkt, aan deze collectie. Dat klopt, ja. En eigenlijk zou je daar een enorm onderzoeksteam... Daar zou je zo 20 man aan willen laten werken. Ja. Maar helaas is dat niet het geval. Dat is dromen hardop, utopie. En je hebt ook... Je had ook nog een stuk zelfs meegenomen. Dat is het oudste houtmonster uit de collectie, heb je meegenomen? Nou ja, dat is voor zover wij weten het oudste collectie. En ik heb het meegenomen omdat het zo'n historisch belangrijk stuk is voor de prehistorie, kan ik wel zeggen, van onze houtcollectie. Dit is een stuk hout, Radix Johannes Lopez, medicinaal hout, waarvan de bast werd gebruikt. Voor, tegen malaria en allerlei andere kwalen. Dit hout, monster zat in de boedel die geveild is na het overlijden van David van Rooyen. Ja. Een prefect van de Leidse hortus in de 18e eeuw, eind 18e eeuw. En hij was niet alleen botanicus en prefect van de hortus, maar hij was vooral medisch dokter. En die houtmonsters in de 18e, maar ook de eeuwen daarvoor, die vond je vooral tussen medicinale collecties van farmaceuten. Ja. En dit houtmonster is dus niet bijeengebracht omdat het hout zo mooi is en je zulke mooie dingen van kan maken. Kan overigens wel. Maar omdat het een medicinale bron was voor medicijnen. Ja. En dat was natuurlijk in dat botanie, was natuurlijk ook gewoon een hele belangrijke tak. Eerst eigenlijk ook gewoon van de geneeskunde. Absoluut. Ja, je kon zeggen zelfs dat botanie als zelfstandige wetenschap niet bestond. Maar dat de planten uitsluitend als brengers van medicinale werking werden gezien. En natuurlijk verder voor de zeer rijken als sierplant. Ja. En als voedsel. Maar niet als... om nu de plantenwereld te bestuderen. Ja, en dit is dus eigenlijk een klein beetje vergelijkbaar met wat we ook met de quinine, de quinabast. Klopt. Maar dat komt dan weer een eeuwtje later. Ja. Die ook werd ingezet natuurlijk tegen de tegen malaria. Tegen de behandeling van malaria. En die van Rooyen, dat is uit de lijn van de bekende Leidse van Rooyens? David was de zoon van een andere David. En dat was de broer van Adriaan. En Adriaan was de grote... opvolger van Boerhaven, die in de Leidse hortus zijn stempel heeft achtergelaten door hem uit te breiden tot voorbij de Binnenvestgracht. De Oranjerie heeft laten bouwen, een hele nieuwe collectie samen met Linnaeus heeft ingericht. Volgens gedeeltelijk de indeling van Linnaeus, toen Linnaeus als jonge man op bezoek was hier in Nederland. Ja, en hier zijn de Systema Naturae publiceerde. Precies. Ja. En daarmee ook een nieuwe indeling van het plantenrijk precies. En nog veel meer. Ja. En wij hadden eigenlijk dus hier in Leiden de eerste Linnaeus, of in ieder geval een tuin op de Linnaeusche leest gebaseerd. Ja, Linnaeus kwam niet voor niks naar Leiden. Hij wou Boerhaven zien. En hij wilde die collecties van de Leidse Universiteit in de Leidse hortus zien. Dat was... Ja, precies. Een paradijsje voor hem. Ja, en was er toen ook al überhaupt sprake van een Rijksherbarium? Dat is pas veel later. Nee. Het Rijksherbarium is opgericht in 1829, toen wij één land vormden samen met de zuidelijke Nederlanden. En toen werd in het kader van de spreiding der Rijksdiensten werd het Rijksherbarium opgericht in Brussel, op de Koudenberg. En daar heeft hij maar één jaar bestaan, want bij het uitbreken van de troebelen... die zou leiden tot de zelfstandigheid van België, is die collectie gered op een boerenkar en via de haven van Antwerpen naar Leiden gebracht. Door tussenkomst van niemand minder
de heer Siebold. Ook geen onbekende hier in Leiden. Zeker niet, nee. Die kwam terug uit Decima en die wou zijn eigen collecties weer eens zien. En daarvoor moest hij naar Brussel reizen. Toen was de eerste directeur, mijn voorganger, de heer Bloemen, was op huwelijksreis met zijn tweede bruid. Ah. En toen heeft van Siebold de collecties gered tegen vernieling door wat wij toen noemden het gepeupel. Ja. Dat moet je niet in België hardop zeggen. Nee, zeker niet. Heb ik ooit eens een huis gehouden in Antwerpen. Dus dat, ja. Ja, precies. En toen zou ook die collectie bijna in de haven van Antwerpen gemieterd zijn, waar het niet dat van Siebold de historische woorden zei van dit materiaal is slechts van wetenschappelijke waarde. Ja. Dat is een woordkeus die we nog steeds gebruiken als we een pakje met plantenmateriaal van het ene land naar het andere land versturen. Material of scientific value only. Ja, precies. Dan hoef je er geen invoerrechten voor te betalen. En die heer van Siebold, u heeft ook nog een keer een hele bijzondere ontdekking gedaan in de houtcollectie van een xylotheekje, zou je het kunnen noemen, of zo'n xylarium van plankjes die ook door van Siebold, nou niet zijn verzameld, maar in ieder geval met Siebold te maken hebben. Ja, diezelfde collectie die van Siebold kwam inspecteren in Brussel, die bevatte een kist met daarin ook een set houtmonsters, een heleboel houtmonsters, waaronder 45 monsters beschilderd met de bladeren hunner bomen. Dat weten we nu allemaal. Maar toen ik studentassistent was bij het botanisch laboratorium hier in de Nonnensteeg, toen bevond dat een kistje met die prachtig beschilderde plankjes zich in de assistentenkamer. En als studenten gingen we er haast mee kwartetten. Maar niemand wist wat de herkomst of de betekenis van dat hout was. En ik durf het haast niet te zeggen, ik vond ze schitterend. Maar aangezien het Botanisch Laboratorium geen enkele museale ambities had, dacht ik van ik kan eigenlijk die plankjes beter mee naar huis nemen en ze gebruiken als decoratief materiaal. Totdat ik jong staflid werd bij het Rijksherbarium en bij een tropische theepauze mijn promotor professor van Steenis een heel verhaal vertelde over van Siebold en zijn gevangenschap op Decima, beschuldigd van spionage, en zijn reis naar Brussel en de inhoud van een paar kisten botanisch materiaal. Toen heb ik de brieven opgevraagd die van Siebold daar aangeweid heeft. En toen bleek dus dat dat kistje hout met die mooie schilderijtjes erop, dat de collectie van Siebold was. Oftewel de collectie houtmonsters die een groot Japans wetenschapper, Mogami Tokunai, aan van Siebold cadeau had gedaan toen van Siebold in Tokio bezig was met zijn hofreis. Ja, precies. Ja, ze moesten inderdaad een keer in zoveel jaar moesten ze een hofreis maken met een hele hoop. Nederlandse delegatie om de vergunning, de unieke vergunning voor Nederlanders op Decima, om überhaupt handel te drijven en tussen Japan en de rest van de wereld. Ja, die mochten op het kleine stukje mochten ze daar zitten in de haven van Nagasaki. Ja. Maar moesten ze af en toe op hofreis en op die hofreis komt hij inderdaad ook geleerde tegen. En het blijkt, ik heb die houtcollectie heel recent nog heel uitgebreid bestudeerd, dat in een paar weken tijd van Siebold, die het verschrikkelijk druk had, want van Siebold was ook nog een medicus die staaroperaties pleegde voor als een slechtziende Japanse gastheren, dat hij in die enorm drukke tijd zoveel gegevens van Tokunai heeft losgekregen over de bossen en de bevolking waar dat hout vandaan kwam, dat daar uiteindelijk nog een heel woordenlijst en zelfs een woordenboek uitgegroeid is later in Wenen van de Ainu-taal, de taal van Noord-Japan waar dat hout vandaan kwam, en het Japans en het Duits. Geweldig, ja. Want die Ainu, dat is inderdaad een bijzonder volk wat leeft in het noorden van Japan. Daar was van Siebold om een of andere reden enorm in geïnteresseerd.
En meneer Tokunai, die was degene die daar het meest van wist. Want die had in zijn jonge jaren expedities ondernomen met Japanse teams. En die had veel genoteerd over de gebruiken van deze oostwilden. En hun natuur en hoe ze gebruik maakten van de natuurlijke bronnen. Met name hout en bomen. Dat staat dus genoteerd door meneer Tokunai, vertaald door Van Siebold op die houtjes, waar dat hout voor gebruikt werd. En dat Van Siebold toen al een woordenboek een beetje in zijn hoofd had, blijkt uit een paar etiketjes. Dus dat bij een of andere houtsoort staat van dit. Het hout wordt gebruikt voor pijlkokers. Een pijlkoker is een koker waarin men de pijl bewaart. Oh, ja. Je krijgt dat al van die lemma's uit een woordenboek. Ja. En het was dus een heel bijzonder volk, omdat ze niet helemaal genetisch gezien gerelateerd zijn aan de meer moderne Japanners. Ze hadden etnisch met Japanners heel weinig van doen. Meer met bevolking van continentaal Oost-Azië. Ja, en deze collectie, houtcollectie, die bevat dus inderdaad eigenlijk ook al die etnografische informatie van... Ja, in hele korte zinnetjes. Maar zijn hele leven is van Van Siebold in zijn grote boeken over Japan, Nippon, en ook aparte publicaties, komt daar, en Flora Japonica vooral, komt hij terug op die gegevens die hij van Tokunai heeft gekregen en die ook terug te vinden zijn op die houtjes. Ja, dus het is een trail van facts die van de boom naar het houtmonster, naar Van Siebold en zijn verschillende boeken terug kunt lezen. Dus ik vond het heel fascinerend. En nu worden die houtjes terecht gekoesterd als een juweel van de Naturalis collectie. En een deel daarvan, ze zijn een beetje lichtgevoelig, dus een wisselend aantal plankjes wordt in het Siebold-huis tentoongesteld. Ja. Voor een groot en dankbaar publiek. Ja, geweldig, want het zijn inderdaad dus inderdaad de plankjes met de boom van de boomsoort, waar het blad, het loof van de boomsoort op geschilderd is. Ja, dat is natuurlijk schitterend inderdaad. Dat is natuurlijk ook wel heel anders, kan me goed voorstellen, dan hoe in meer moderne zin houtmonsters worden verzameld. Kan je daar wat over vertellen? Hoe gaat dat vandaag de dag in zijn werk? Ja, daar kun je een hele geschiedenis in terugvinden. En dat heeft wel alles te maken met beschikbaarheid van arbeidskrachten. Als op het ogenblik een botanische expeditie wordt uitgerust om nieuwe planten te verzamelen in een slecht bekend bos bijvoorbeeld. Ja. In Papua-Nieuw-Guinea of in nog een stukje onderzocht Amazonewoud, dan mag je als houtanatoom blij zijn dat de botanicus een zaagje of een kapmes bij zich heeft om een paar dikke takken te verzamelen. Als je teruggaat naar de koloniale jaren, dan was een expeditie of een inventaris voorzien van bosbotanici die vrolijk hele bomen omhakten. Ja. Om uit zo'n dikke stam een klein broodje hout te halen. Ja. Waar dan 20 plankjes van gezaagd werden, die als duplicaten over de hele wereld werden verspreid. Ja. Dus dat is een groot verschil. Toen ging het nog met de bottenbel, ja. En ga je naar de 19e eeuw, toen arbeid echt goedkoop was, dan kreeg je dat mensen niet alleen plankjes hout maken, maar dat die plankjes ook bewerken en er ze in de vorm van boeken die je op een boekplank in een serie kan zetten met mooie ruggetjes. En het allermooiste was een cultuurhistorische uiting eind een heel kort tijdsbestek tussen 1780 en 1810 ongeveer. Toppunt van de verlichting, dat in Centraal-Europa houtmonsters werden verzameld in de vorm van echte boeken, of tenminste doosjes die in de vorm van een boek waren. Ja, met één bladzijde. En als je het doosje openmaakte, dan zat daarin een stammetje van de boom, een takje, bladeren, vruchten, zaden. En het kastje zelf was ook gemaakt van het hout van die boomsoort. En die collecties die waren toen heel populair.
of meer populair, dat waren verschrikkelijk duur. Maar in de aandacht van natuurliefhebbers en onze Franse koning Lodewijk Napoleon heeft 4 van die xylotheken cadeau gedaan aan centra voor onderzoek in Harderwijk, Franeker, Deventer en Leiden. Ja. En mijn voorganger, professor Lam, heeft in het begin van de vorige eeuw, of nou ja, tussen de twee wereldoorlogen in, gevonden dat een rijksherbarium niet de plaats is voor houtcollecties. En die heeft ons xylotheek cadeau gedaan aan het Staatsbosbeheer. En het Staatsbosbeheer, ik moet zeggen, die hebben er heel goed voor gezorgd, want die hebben de hele collectie gerestaureerd. En die kan nu gezien worden in kasteel Groeneveld in Baarn, het informatiecentrum van het Staatsbos en van nog zo wat. Maar dat schets je nu even het hele... Ja, dat is die oude xylotheek van die Lodewijk Napoleon heeft geregeld toen. Ja, die kan je daar nog terugvinden. Ja, en je kan er ook een zien in het Koopmanshuis, een heel mooi museum in Franeker. Want Franeker en Harderwijk hadden nog universiteiten in die tijd. Ja, en die is natuurlijk nog gepromoveerd in Harderwijk. Ja. En ja, je schetst inderdaad prachtig inderdaad hoe dat door de tijd heen verandert, hoe dat wordt verzameld. Heb je ook in het Nationaal Herbarium, hoe groot moeten we aan denken van de grootste collectiestukken? Ligt daar ook, moet ik maar zeggen, zo'n schijf van zo'n reuze sequoia? Moeten we aan dat soort grootte ook denken? Of wat? Nee, daar hebben we heel weinig van. We hebben een paar schijven. Onder andere een hele mooie schijf van de rode beuk die hier in de ingang van de Hortus stond. Tot ergens in het eind van de 80e jaren van de vorige eeuw. Ja. En die toen gewoon vanwege de ouderdom en schimmelziektes het loodje ging leggen en onveilig werd voor het publiek, dus omgehakt. Als je hele mooie showschijven hout wil vinden, dan moet je naar oude houtinstituten, bosbouwinstituten, waar men een legertje houtzagers en ook apparatuur had om dat te doen. En het Rijksherbarium was nooit zo rijk. We waren al heel blij met een bandzaagje. En, ja, misschien. Maar niet te min. Ja, want ik herinner me van in de Natural History Museum in Londen heb je natuurlijk die gigantische sequoia-schijven. Ja. Allemaal delen is opgedeeld. Ja, ja, ja. En dan zie je ook heel mooi, nou, dat doen ze altijd van die kaartjes bijplakken van toen kindje Jezus geboren. Precies, en toen nou, slag bij Waterloo. Jezus, dan word je belazerd. Zo oud zijn ze niet. Maar inderdaad allemaal van die, of in ieder geval van die historische momenten. Ja, ja. Nou, er zijn natuurlijk al een paar bomen waar je wel mogelijk jawel. Ik heb zelfs ooit eens onderzoek gedaan aan de Bristlecone Pine. Ik weet even de Nederlandse naam niet. Ja, de Borstelden. Uit de gebergtes van Nevada, Californië enzovoort. En dat is een modelboom waarmee men de dendrochronologie heeft gepionierd in vele duizenden. En die bomen konden 8000 jaar oud worden. En daar heb ik inderdaad monsters van onderzocht. Waar zich het gekke resultaat liet zien dat die bomen eigenlijk eeuwig jong bleven. We hebben in de hout aan het mix spreken we van juveniel hout en volwassen hout. En een jong boompje tot hij een jaar of 12 à 20 is, die verandert steeds nog van vezellengte. Dat neemt nog enorm toe. En dat gaat dan op een gegeven moment naar een plateau. Maar deze Borstelden, die was ook in zijn 5000ste en 6000ste levensjaar nog niet uitontwikkeld. En die bleef maar juveniel zijn vezels verlengen. Jemig. Ja, eeuwig leven. Ja, eeuwig jong. Maar ja, bomen kunnen zich natuurlijk ook eindeloos verjongen met die... Met hun groeitoppen en hun open groei, anders dan bij dieren.
Ja, dat is misschien inderdaad... of tenminste, ik dacht, ik laat hem nog even bij de collectie stil zijn. Maar ik wil zo meteen ook zeker daar je over spreken. Over inderdaad het cambium en eigenlijk dat vermogen van bomen om stamcellen te blijven voortbrengen. Ja, in tegenstelling tot wij mensen die natuurlijk op een gegeven moment... dan is het wel klaar. Dan zijn alle cellen gedifferentieerd. Maar natuurlijk bij planten is dat heel anders. En... Hoe wordt dat dan inderdaad, want vandaag de dag, ik heb toevallig wel eens gekeken en jou aan het werk gezien. En dan tegenwoordig zit je eigenlijk gewoon vooral met een kast met een enorm hoeveelheid aan microscopische preparaten van hout. Dat klopt, maar dat komt een beetje door mijn eigen beperkingen. Ik ben dus een vergelijkend houtanatoom en ik zet de anatomie in voor het begrijpen van diversiteit in de evolutie. En dan moet je gewoon heel veel... kijken, grote collecties hebben. Ja. Maar je kan ook heel belangrijk, misschien wel veel belangrijker onderzoek doen met een laboratoriumjas aan en een heel indrukwekkend laboratorium als je wil weten hoe precies de houtstructuren die ik dus beschrijf en bestudeer, hoe die functioneren in het watertransport van een boom, wanneer bijvoorbeeld bij grote droogte die waterkolommetjes in het hout onder te grote trekkracht staan dat ze emboleren, zoals dat noemen. En die boom dan uitdroogt ter plekke. Wat dus erg veel gebeurt op het ogenblik met klimaatsverandering, met uitdroging van hele bosgebieden. Dat bepaalde soorten het niet meer kunnen houden, omdat hun hydraulische architectuur niet bestand is tegen grote hitte en grote droogtes. Ja, precies. Ja. En dat zijn natuurlijk eigenlijk, daar heb je wel veel grotere stukken voor nodig. Dan kan je niet. Dan moet je fysiologisch werk voor doen. Ja. En in Wageningen bijvoorbeeld wordt daar prachtig werk aan gedaan. En mijn opvolger, Frederik Lens, doet ook heel leuk werk aan kleinere planten. Om de structuur, functie, relaties van het xyleem, zoals dat het hout noemen, te onderzoeken. Ja, en jij doet inderdaad dus vooral veel vergelijkende anatomie en ook veel aan houtherkenning. Althans, dat is ook een onderdeel Dat is een toepassing houtherkenning en dat is het speurwerk, een beetje detective werk. En dat is voor mensen die de 77 hebben bereikt het leukste toegepaste werk wat je nog kan doen. Ja, want dan krijg je eigenlijk te maken met dat er bijvoorbeeld een grote container aankomt in Rotterdam, waar dan een hele partij aan materiaal in zit, wat ofwel van hout is gemaakt, ofwel gewoon hout. Ja, ja. Krijg jij dan een belletje? Nee. Ik heb bij de Belastingdienst en voor mensen van Rotterdam heb ik cursussen gegeven dat ze dat zelf kunnen, doen, want dat is er geen beginnen aan als je dat allemaal zou willen doen. Gelukkig zijn dat ook vaak zendingen, uniforme zendingen, waar het de vraag is van, is het wat er op de pakbond staat? Ja, ja. En dan kun je dat vrij simpel doen. Maar ik vind het leuk om samen vooral met, ik heb wel voor het gerecht gewerkt, ook om illegaal houtsoorten, beschermde houtsoorten te determineren. Verschrikkelijk leuk. Maar ik vind het eigenlijk nog leuker om samen te werken met archeologen en paleontologen om fossiel hout of houtskool van vroege beschavingen en zo gedetermineerd te krijgen. Dat is erg leuk. Ja, en hoe gaat dat dan in zijn werk bijvoorbeeld? Dus een archeoloog vindt, ik noem maar wel, ik heb het ook al eens gevonden trouwens, op een opgraving van Romeinse nederzetting. En dan onder het waterpeil, dan blijft ook het hout doorgaans goed gepreserveerd. En ja. Dan heb ik dat. Nou, dan moeten we eerst dat allemaal worden bewerkt en zo. Anders dan vergaat het meteen, want het wordt blootgesteld aan de zuurstof. En hoe komt dan, wanneer kom jij dan in beeld? Ik heb een paar vrienden in die wereld en die komen dan met zelfgemaakte koepjes. En dan gaan we, ook deze mensen heb ik zelf cursusjes gegeven. Dus die kunnen een heleboel dingen al goed zelf determineren. Maar voor probleemgevallen gaan we samen brainstormen, want dat zijn dan ook vaak helemaal niet zulke eenvoudige gevallen. En dat varieert van een protheseteen van een Egyptische mummie van een paar duizend jaar oud. Ja. Waar we van het Cairo Museum alleen maar foto's mogen bekijken en absoluut niet aankomen. Laat staan er een koepje van kunnen maken. Maar een vriendin waar ik veel mee samenwerk, Caroline Vermeeren, stuurde me pas een artikeltje op
in Nature, dat heeft ook de krant en de radio gehaald, dat onderzoek wat heeft aangetoond dat vikingen precies in 1021 de Atlantische Oceaan overgestoken zijn en in Newfoundland bezig geweest zijn en een beetje hebben zitten rommelen met de lokale bevolking. En dat onderzoek dat steunt helemaal op hele subtiele jaringanalyse die die Caroline heeft uitgevoerd. En Caroline heeft ook dat hout wat daar voor gebruikt is gedetermineerd. En dat, bij die determinaties hebben we wel gebrainstormd. Ja, ja. Ja, fantastisch. Ja. Dat was inderdaad onlangs in het nieuws inderdaad, dat ze daarmee natuurlijk en op jaringen of op basis van dendrologisch onderzoek kan je dan ook heel nauwkeurig vaak inderdaad zeggen wanneer dat dan precies heeft plaatsgevonden. Ja. En je vertelde, of je mailde mij eigenlijk, en dat je ook wel eens een keer door de recherche bent ingezet voor houtidentificatie. Nou, de recherche, dat varieerde van splinters van kozijnen die gevonden werden in de automobiel van een verdachte. Oh, en dan ging het erom of het kozijn, de splinters van hetzelfde hout waren als het beschadigde kozijn van het plaatsdelict. Ik heb ook wel eens een grasprietje gehad waarvan ik achteraf heb gehoord dat dat een grasprietje was wat gevonden was bij het filmrolletje. Het filmhulsje waarin de afgehakte vinger van Gert-Jan Heijn, de vermoorde tycoon van het Albert Heijn-concern, in zat. Dat stukje graspriet heb ik helaas niet kunnen determineren. En toen had het forensisch laboratorium wel hele hoge verwachtingen, want ze dachten als er dan, als het Rijksgebaar, want ik was niet de enige, dus Ruud van der Meijden, de auteur van de Flora van Nederland, die was er ook bij betrokken. Als we dan dat grasprietje zouden kunnen determineren, dan zou dat misschien een zeldzame soort zijn die alleen maar in het grasveld van Baron Huppeldepup had voor kunnen komen. Gewoon een stukje straatgras waarschijnlijk. Maar zelfs dat hebben we niet met zekerheid kunnen vaststellen. Maar, ja, ja maar voor de de rechtelijke macht heb ik dus meer te maken gehad met kwesties van illegaal hout van bedreigde mahonie en palissander, verschepingen. En is dat nog steeds, want dat is eigenlijk iets wat mij ook verder helemaal niet bekend, is dat nog steeds groot? Komt er veel illegaal hout via de havens binnen? Enorm veel. Enorm veel en er wordt verschrikkelijk veel door de vingers gelaten. De pakkans dat je echt bestraft wordt voor het invoeren van illegaal hout is bijzonder klein. Je moet weten dat ongeveer de helft van de houtkap in de tropen is illegaal. En dan heb je niet alleen een paar bedreigde soorten die absoluut niet gekapt of de grens over mogen, maar je hebt ook hele beschermde gebieden waar niet gekapt moet worden. Dus je hebt, als je dat die ladingen wil determineren, dan kan de vraag zijn, wat is het? Welke soort? Maar vaker, veel vaker is het de vraag, waar komt het vandaan? En dan krijg je dus vraagstellingen over herkomst die je als houtanatoom niet kan beantwoorden. Daar zijn weer hele andere technieken voor, isotopenonderzoek en weet ik veel wat. Maar het is een groeimarkt op het ogenblik. Want iedereen wil er wel wat aan doen. Dus er is enorm veel ontwikkeling om dat onderzoek vooruit te stuwen. Maar daar doe ik niet meer aan mee, hoor. Nee, maar dat is, klinkt ook inderdaad heel complex natuurlijk om achter te komen. Heel complex. En heel veel populatieonderzoek ook met DNA-analyses. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook een manier inderdaad om erachter te komen. En dan hebben we natuurlijk nu al, we hebben ook al een klein beetje ook wat van die anatomie al zat er zo nu en dan tussendoor. Maar misschien wel inderdaad goed om daar wat dieper op in te zoomen. En dan eigenlijk misschien te beginnen met, en dat is wel misschien een hele oppervlakkige vraag, wat is hout? Hout. Hout is het weefsel wat gevormd wordt door een deelvaardige cilinder van cellen die naar binnen toe een weefsel vormen wat verhouten cellen krijgt. Dus je zit er heel gauw in kringetjes rond te draaien en cirkelredeneringen te houden. Maar het is het centrale weefsel in een boom
wat dient voor de stevigheid en het transport van water van de wortels naar de bladeren toe. Ja. Je kan 1000 definities geven. Ja. Nee, maar dan hebben we in ieder geval inderdaad een misschien een wat meer paleobotanische vraag. Wanneer ongeveer zien we houtweefsel eigenlijk opkomen in de evolutie? Is dat vrij laat pas? Of is dat... Nee, dat zie je al heel, heel vroeg. Maar dat zijn dan plantjes met verschrikkelijk weinig hout. Dat heb je alleen in het devoon. Ja. Dan zitten we 300 tot 400 miljoen jaar terug. En Triasura krijt, ik moet altijd zelf ook even nadenken. Dan heb je al volop houtige gewassen. Denk aan alles, al die planten die steenkool vormen. Dat zijn een soort boomvaders geweest die ook houtig weefsel hebben. Maar van een totaal ander type dan het hout van coniferen en loofbomen, zoals we dat nu kennen. En voor die loofbomen moet je denken een 100 miljoen jaar geleden en coniferen dan als een paar 100 miljoen jaar, een 100 miljoen erbij. En onder de microscoop, tussen coniferen, naaldbomen en loofbomen, wat zijn hele overduidelijke verschillen tussen die twee? Ja, coniferen, of naaktzadigen zoals ze het noemen, die hebben maar één celtype om zowel voor de stevigheid als het watertransport te zorgen. Ja. Noemen we tracheïden. En dat zijn dus vezelvormige cellen die niet doorboord zijn, maar wel hele subtiele structuren hebben, waardoor water met wat minder weerstand getransporteerd kan worden. En bij loofhout heb je een specialisatie tussen stevigheidsweefsel enerzijds, dat zijn vezels die vaak heel dikwandig kunnen zijn, en vaten, dat zijn celfusies van boven elkaar liggende cellen die doorboord zijn. Dus dat zijn cilindrische structuren, capillairen, waar het water met veel minder weerstand door getransporteerd kan worden van de wortels naar de bladeren dan door die tracheïden van de coniferen. Oh, die zijn eigenlijk beter dus inderdaad in een waterhuishouding. Nou ja, het is een kwestie van taakverdeling. Als je een conifeer naast een loofboom zet, dan kan die conifeer het net zo goed doen met zijn oplossing als de loofboom. Maar in het begin van de evolutie van die loofbomen moet dat een evolutionair voordeel hebben gehad. Waardoor ze zo succesvol zijn geworden. Precies. Ja. En dan zie je dus inderdaad dat... dit is dus aan het houtweefsel. Je zei het net ook al in het xyleem. Wat zorgt inderdaad dus voor die opwaartse transport van water? Ja. En dan als dat verder naar binnen toe gaat, zeg maar, naar de kern van de stam, dan krijg je het te maken met hout wat eigenlijk die functie niet meer heeft. Toch? Er is maar een beperkte cilinder eigenlijk die functie vervult. Klopt. Waar je het nu over hebt, dat is de transportvaardige hout. Dat is het spindhout. En het meer centrale hout wordt bij een heleboel soorten verduurzaamd door de boom zelf. Die zet daar stoffen in af. Dat wordt dan kernhout. En dat kan die hele mooie donkere gebruikshoutsoorten opleveren, zoals ebbenhout en mahonie en palissander enzovoort. De boom doet dat om die stevigheidsfunctie te garanderen. Want als je, zoals de willig die geen kernhout maakt en die van nature helemaal hol wordt van binnen, dat is natuurlijk niet het kenmerk van duurzaamheid en sterkte. Dat heeft zo zijn beperkingen. Maar in tropisch regenwoud met name investeren boomsoorten heel veel energie erin om dat hout om te zetten in kernhout, zodat het ook niet door termieten en houtaantastende schimmels en zo kan aangetast worden. Het is ook nog eens een keer een soort beveiligd. Niet alleen is het inderdaad dat het die eigenlijk architectonisch gezien de kracht geeft om recht overeind te blijven staan als zo'n hout. Ja, nou, kernhout is niet sterker dan spindhout. Maar het kernhout, daar zijn alle vaten in verstopt. Dat kan absoluut niet meer transporteren. Dat behoudt gewoon de stevigheidsfunctie. Ja. Maar het heeft er een duurzaamheidsaspect bij gekregen. Ja, en dat wordt dus inderdaad daardoor minder snel aangetast door inderdaad insectenvraten, schimmels en dat soort zaken en zo. Maar, maar dus ook als je er iets van maakt als timmerman, dan weet je ook dat dat heel duurzaam hout is wat
tegen een stootje kan. Ja, ja, en wat ook even in de tuin kon blijven staan. Dus ja, zonder dat het meteen, zonder te meteen vergaat. En dat is tegelijkertijd ook het meest kostbare natuurlijk dan vervolgens van, van zo'n boom. En dan krijgen we nog een andere laag cellen waarmee we meer te maken krijgen met de neerwaartse sapstroom. Nou, heeft de biologie gestudeerd? Heel goed. Dat noemen we de bast. Ja, 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 ja. En in dat bastweefsel zitten we in totaal anders celtypes. En die transporteren inderdaad de suikers die gemaakt zijn door de fotosynthese in de bladeren naar beneden, naar de, langs de hele stam, waar het ook voedsel geeft voor het groeien van het hout. Want tussen de bast en het hout zit dan dat laagje deelvaardige cellen, het cambium. En dat moet ook ergens een energie vandaan krijgen. En dat krijgt het dus uit de bast. Oh ja, dat heeft natuurlijk ook een continue energietoevoer nodig om überhaupt tot die blijvende celdelen te komen. En natuurlijk, dat is uiteindelijk ook als we dan bijvoorbeeld hier in de gematigde streken zitten en we zagen dat door, dan zien we ook dat cambium eigenlijk ervoor zorgt, omdat die celdeling, dat we daarmee ook jaringen krijgen. En dan, dat komt omdat die, als het winter wordt, dan is dat cambium slaapt. Dan hebben we een slapend cambium, een rustend cambium. En dan begint het in het voorjaar weer opnieuw. En de cellen die in het najaar vlak voor de winter zijn gevormd, zijn veel kleiner dan die in het voorjaar, die ook weer direct moeten dienen voor watertransport. En dan krijg je dus duidelijke jaringen. En op dat verschijnsel van de jaringen is dus de hele dendrologie en al zijn toepassingen, inclusief het bestuderen van klimaatsverandering, gebaseerd. Ja, ja, precies. Ja, dus inderdaad, je hebt voor het winterhout waarin er dus hele smalle celletjes inderdaad maar zijn. En dan krijgen we eigenlijk dat die groter worden in het voorjaar, omdat natuurlijk ook dan de sapstroom weer opkomt. Er komt weer blad, er komt weer loof. En dan zie je natuurlijk dat die dus veel groter. En dat verschil eigenlijk, dat is dus dan... Dat is de jaringgrens. Ja, ja. Ja. En als je natuurlijk inderdaad dan, ik heb zelf archeologie gestudeerd, dan krijg je inderdaad al die plakjes hout die je dan min of meer naast elkaar kan leggen. Nou, en als je dat maar lang genoeg naast elkaar legt, dan zie je dus inderdaad, omdat dus dat vrij klimaatsgevoelig is, dus de breedte daarvan, ongetwijfeld ook de lengte van die cellen, ja, anatomisch gezien kan me voorstellen dat je dat... Er zijn ook verschillen, ja. Ja. Maar simpelweg alleen al, als je de curve maakt voor de verschillende jaringdiktes, dan krijg je een soort vingerafdruk van weersveranderingen. En weer over lange periodes bij elkaar is klimaat. Maar dan kun je dus, heb je unieke trajecten die je over elkaar kan leggen. En dan kun je dus een paneeltje van Rembrandt, altijd of meestal op eikenhout geschilderd, kun je helemaal naast een master chronologie van heel West-Europa leggen en zeggen van, hey, dit paneeltje van Rembrandt is gekapt in 17 zoveel. Dus dat kan geen Rembrandt geweest zijn, want die was al lang dood toen. Ja, ja, dus ja. Ieder paneel in goede, zichzelf respecterende musea in Europa, maar ook over de hele wereld, met 16e, 17e, 18e eeuwse Nederlands-Vlaamse schilderkunst, is op die manier gecontroleerd. Op die manier dendrologisch onderzocht. Absoluut. Ja, ja, natuurlijk in dat, er zijn natuurlijk allerlei vervalsingen wat ook er zo onderloopt. Maar dan moet je dus inderdaad wel een klein, nou ja, dat zal natuurlijk wel een heel klein plakje maar zijn, maar dan moet je natuurlijk wel een klein plakje van dat paneel afhalen. Nou, het is grappig dat de meneer die dat bij alle musea in Europa heeft gedaan, heet Peter Klein. Ja. Maar die neemt er geen plakjes van. Maar hij, om het goed te zien, snijdt hij de randen van die panelen heel lichtjes aan met een scheermesje. Dat heb ik hem zien doen op tv, notabene, terwijl het absoluut ten strikste verboden was door de museumconservatoren. Maar dat heeft hij wel gedaan. Maar het is niet absoluut nodig om te beschermen. En op het ogenblik heb je ook manieren om hout zichtbaar te maken met MRI-scans en dergelijke, zonder dat je er iets aan kapot maakt. Oké, dat is ook al handig. Ik kan me goed voorstellen dat de conservatoren daar toch wel wat van gaan zweten als je een scheermesje tevoorschijn pakt bij een doek van Rembrandt. Ja,
Nee, maar zeker. Doek niet, hè? Nee, dat doe ik niet. Paneel. Het paneel natuurlijk. Paneel. Het paneel eromheen, inderdaad. Ja, ja, ja. En dan hebben we ook nog een laatste stukje delingsweefsel, wat anders zit, wat bij sommige bomen meer, bij sommige bomen aan de buitenkant zit, wat maar aan één kant cellen afzet. Dus dat eerste kant, dan zet de twee kanten, die xylem en die phloem cellen af. En dan heb je ook nog dat buitenste cambium, dat heet kurkcambium. En dat geeft dus een beschermde laag. En bij de kurkeik is dat dan exceptioneel dik wat er gevormd wordt, zodat je daar uit dat kurkweefsel echt flessen kurk kunt ponsen. En bij de meeste bomen is dat maar een heel dun laagje. Maar dat is dus uitermate effectief weefsel om alles wat daar binnen ligt, om dat tegen uitdrogen te beschermen. Het is ook in die zin ook een manier om uit te... Ja. En want de kurkeik, waar groeit die? Spanje. Mediterraan, Portugal. Want het heeft verschillende functies, toch? Inderdaad, die kurk kan inderdaad voor de boom verschillende functies hebben. Dus die water... Nou, de bescherming toch absoluut het belangrijkste. Welke had jij nog in je hoofd? Ja, bosbranden heb ik me ook wel eens laten vertellen. Maar ik heb ja... Dat het daartegen kan, nee, dat een soort brandwerende werking kan hebben. Ja. Ik ben blij dat u me daar aan herinnert. Ja. En ik had ook een keer gelezen dat het inderdaad te maken had dat je op een bepaalde manier jezelf kan ontdoen van planten die op jou gaan groeien. Of dat je begroeid wordt door epifieten of de andere... dat het ook een manier is om dat te lozen, als het ware. Omdat er toch ook van die Dat geldt voor bomen die afvallende... kurklagen hebben, zoals de plataan natuurlijk. Dat is heel extreem. Maar je hebt een heleboel boomsoorten die maar doorgaan en die gewoon, waar de kurk uiteindelijk door het dikker worden van wat eronder ligt, gaat barsten. Dan krijg je van die hele mooie krakeleebasten of gescheurde basten met diepe groeven erin. En dat is juist weer een ideaal biotoop, denk ik, voor allerlei lichenen en mossen en ander levend materiaal. Dus het kan alle kanten op. Ja. Je hebt ook een prachtige inderdaad in de horten staan. Volgens mij is dat niet die iep die ze hebben staan, die ook heel geel wordt in de herfst. Nee, die Zelkova. Ja. Dat is een Japanse iep. Geïmporteerd door niemand minder dan van Siebold zelf. Ja, die heeft ook inderdaad zo'n bas die inderdaad prachtig afvalt. Inderdaad van dat krakelee. Ja. En natuurlijk, die jaringen die worden dan afgezet in de meer gematigde gebieden. Maar in de tropen wordt dat wat lastig. Heb je daar... Nou, we hebben heel lang gedacht dat er in de tropen geen jaringen werden gevormd. En dat is heel erg aan het schuiven. Ze zijn lang niet zo duidelijk als in gematigde bomen. Maar in ieder tropisch gebied waar je een duidelijke en regelmatige afwisseling hebt van droge en natte periodes. Dus in moeshondklimaten. Wordt wel degelijk seizoensringen gevormd. En die worden ook in toenemende mate gebruikt om te dateren. Maar het is wat moeilijker, het is wat vager. Maar er is wel degelijk seizoenswisseling, ook in houtpatronen, in tropische bomen. Ja, dus oké, samenhangend met... samenhangend omdat je daar toch ook wel iets van seizoenspatronen... Maar dan is de trigger is nat, droog, nat, droog. In een gematigde streek is het heet, of nou ja, gewoon warm, koud, warm, koud. Ja, maar dat kun je dus nou toch wel zien. Maar daar moet je mogelijk dus wel die microscoop van stal halen, omdat dat wat lastiger te zien is in het hout. Nou ja, het is niet dat het kleinschaliger is, maar je moet het patroon juist op een grotere schaal analyseren, omdat die afscheiding van het laadhout en het vroeghout is niet zo scherp. Ja. Want hier kan het natuurlijk heel duidelijk bij een eikhof kan je het heel duidelijk afgetekend zien natuurlijk, inderdaad. Ja, en je houdt je dan ook bezig met meer ecologische houtanatomie. En dat is toch wel misschien ook voor de luisteraar, hoe moeten we daarover nadenken? Want dat herkennen, dat begrijp ik goed, inderdaad, identificatie. Of inderdaad, die dendrologie is ook een heel duidelijk voorbeeld van hoezo ecologische houtanatomie? Wat betekent dat? Nou, die interesse die had ik altijd wel, maar die is heel erg gestimuleerd door mijn proefschriftonderzoek, mijn promotieonderzoek onder professor Van Steen. Dus daar heb ik onderzoek gedaan aan het geslacht Ilex, de hulst. Wij kennen alleen de hulst als kerstversiering en als een struikje met groenblijvende bladeren en met stekels eraan. Maar die Europese hulst is maar één soort uit een gigantisch groot geslacht van 400 soorten.
En ik heb van die 400 soorten maar 100 soorten onderzocht. En wat mij opviel was dat ik aan de houtanatomische kenmerken beter kon zien uit welke klimaatzone of welke breedtegraadzone of in een berggebied in welke hoogtezone die soort groeide, dan dat ik de soort kon determineren tot een precieze botanische soort. Met andere woorden, dat hout dat was helemaal aangepast in dit geval aan temperatuurregimes in gematigde versus tropische en in de tropen een laagland versus hooggebergte toestanden. En aangezien breedtegraad en hoogteverspreiding recht evenredig zijn met temperatuursveranderingen, vond ik dat wel een leuk thema. Dat heb ik verder uitgediept met ontzettend veel plantengroepen. En dat is nu wel, staat nu wel in de leerboekjes. En ja. Ik heb een collega in de Verenigde Staten die in dezelfde tijd ook heel fanatiek bezig was om ecologische patronen te vinden. En die stortte zich helemaal op de verbanden tussen beschikbaarheid van water, dus droog en nat. Dus ja. En ik zat met koud en warm. En eigenlijk zaten we alle twee kanten van dezelfde medaille te onderzoeken. Ja, dus precies. Of in ieder geval aanvullend. Ja. Want in eerste instantie zou je hout kunnen gebruiken om een soort te identificeren. Maar eigenlijk dus in nog misschien wel primairder, in ieder geval dan bij die ilex-soorten, dat je dus op een bepaalde manier een soort weerslag krijgt in het hout van de groeiplaats, min of meer. Ja, ja. Zeker. Dus je kan inderdaad op basis... Maar heel grootschalig, hoor. Als jij mij een stukje hout gaat geven, moet je niet vragen van is dit uit het Teutoburgerwald of uit... Zwartswald, ja. Precies. Ja, nee, dat inderdaad niet. Maar je ziet dus wel inderdaad... je ziet dus wel eigenlijk iets van die klimatologische omstandigheden... raken ook... Helemaal. In dat hout verpakt. Helemaal. En dat is natuurlijk ook heel erg logisch. Ja. Kijk, zelfs een individuele boom reageert al op weersveranderingen van jaar tot jaar in bepaalde aspecten van zijn anatomie, groeiring, dikte en de verhouding van vroeg hout, laat hout. Dat geeft ook verschillen in gemiddelde celgroottes enzovoort enzovoort. En logisch dat als je dat extrapoleert naar een grotere schaal op evolutieniveau, dat je dan ook verbanden vindt tussen ecologische omstandigheden en houtstructuur. En dat heeft me in mijn hele onderzoek, al mijn onderzoekprogramma's gefascineerd. Want je ziet eigenlijk ook... Je hebt dus, kijk, bij Naturalis en voorheen bij het Rijksherbarium wilden wij iets begrijpen van diversiteit en hoe het tot stand komt. En dan is het heel belangrijk dat je begrijpt welke algemene patronen je hebt als aanpassing aan bepaalde omstandigheden en wat er nog overblijft aan wat wij noemen een filogenetisch signaal. Dus nakomelingen van Jantje en Pietje hebben een gedeelte van Jantje en Pietje in zich in hun kenmerken. Maar als je ze dus of naar de Noordpool of naar de tropen verhuist, dan bij Jantje en Pietje niet, bij planten, dan komen daar bepaalde eigenschappen overheen. En het scheiden van het adaptieve signaal van het filogenetische signaal, dat is een beetje de kern van het onderzoek. En ook waar wat je als systematicus en evolutiebioloog... Dat krijg je daar die twee verschillen. En je ziet natuurlijk ook daar de enorme plasticiteit eigenlijk aan van een plant. Dat kan je natuurlijk ook wel in het klein zien of zo. Hier tussen de straattegels kan je ook zien hoe goed... Absoluut. Je ziet natuurlijk inderdaad... En natuurlijk ook juist ook vanwege dat je dat cambium hebt, wat dus continu eigenlijk stamcellen weet voor te brengen. Ja. En daardoor dus ook inderdaad continu blijft reageren op zijn omgeving. Ja. Ja, wij trekken natuurlijk een jas aan of wat ook of zo. Dus wij reageren ook op onze omgeving. Ja. Maar die planten doen het eigenlijk gewoon helemaal zelf in hun eigen weefsel. Ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En daar kan je natuurlijk op een gegeven moment ook, kan ik me goed voorstellen, dat kennis hierover, over die economische houtanatomie, of ecologische houtanatomie, dat
dat het op een bepaalde manier ook kan helpen met bijvoorbeeld het bebossen van bepaalde gebieden met oog op klimaatsverandering of wat ook. Dus als je weet van hier gaan de omstandigheden qua temperatuur veranderen, daar moeten we dan mogelijk een soort voor toepassen die ook daar verweer tegen kan bieden. Of een soort vermijden die daar niet verweer tegen kunnen bieden. Maar dat is op het ogenblik nog een beetje utopie. Want het is ongelooflijk complex. Er zijn zoveel verschillende alternatieve hydraulische architecturen die het gek genoeg, als je ze bij elkaar plant om in dezelfde omstandigheden even goed doen. Ik heb net een artikel afgemaakt met Amerikaanse collega's over de evolutie van een gigantische orde, de fagales. Dat zijn de families die waar de eiken toe behoren, maar ook de walnoten, noem maar op. Daar hebben we alles wat bekend is van hun fossiele geschiedenis, fossiele houtgeschiedenis, bij elkaar gebracht. En in de discussie natuurlijk nog een stukje speculatief toegevoegd over ecologische tendensen en de ecologische houtanatomie binnen die gigantische orde die over de hele wereld voorkomt, zowel in de tropen als in de gematigde streken. En toen ben ik voor de grap is gaan kijken wat er in de ecologische flora van Nederland, van Eddy Weda, aan vertegenwoordigers van die fagales voorkomt. Dat zijn de eik, de beuk, veel vertegenwoordigers, de berk en de els, komen allemaal. En die kunnen, of een groot aantal daarvan, met heel erg uitlopende houtanatomieën, groeien ze vlak naast elkaar en doen het even goed. Met andere woorden, wie ben ik om naar het Staatsbosbeheer te lopen en te zeggen van, en je moet hier meer dit en dat planten, want die heeft laddervormige boren. Ja, en die heeft dikwandige vezels en die zou het veel beter moeten doen. Want in de natuur ligt het dan toch weer een beetje complexer. Ja, dus het is relevant, maar je moet het met heel veel slagen om de arm en heel erg oppassen dat je niet een te grote broek aantrekt, om het even zo te zeggen. Kijk, en hout is maar één onderdeel van een hele boom. Een soort die de ene strategie heeft in zijn houtanatomie kan een totaal ander soort strategie in zijn bladanatomie en zijn wortelstelsel hebben. En dan kan het een het ander compenseren en kun je de gekste combinaties hebben die het allemaal goed doen. Ja. Dat vind ik wel leuk. Ja, en dat zie je natuurlijk ook wel. Ook die bomen weer allemaal eigenlijk weer op andere manieren strategen zijn. Waarbij de een misschien kiest. Dus misschien dat een beetje te intentioneel gezegd. Ja. Maar kiest voor een snelle groei. Ja. Maar dan minder investeren in bijvoorbeeld tannine en andere dingen. Ja, onsmakelijk te maken of verweer te bieden tegen insectenverraad. Ja. En anderen die gaan we juist weer heel duurzaam. Een langzame groei, maar wel heel bestendig. Ja. Het is ook bijzonder om eigenlijk die enorme variatie te zien eigenlijk aan al die verschillende strategieën om met zo'n omgeving om te springen. En dan misschien vanuit die ecologische houtanatomie ook nog even inderdaad toch een soort van vaag blik op de toekomst. We hadden net heel veel nieuws en zo gekregen rondom die belangrijke klimaatop die nu dan in Glasgow heeft plaatsgevonden. En een van de eerste grote deals, zei het nieuws in ieder geval, was dat bij 2030 gaan wij zou wereldwijd worden gestopt met de ontbossing. Toen ik even in het voorgesprek al zei, reageerde je meteen daar met enige skepsis op. Wat denk je van zo'n bericht? Is dat de bühne, dat is verschrikkelijk. Denkt men daar dat we allemaal gek zijn en zo'n korte termijn geheugen ontbreken dat we niet meer weten dat ze dat in 2014 ook al aangekondigd hebben, dat we zouden gaan stoppen met de ontbossing. En als je echt wilt stoppen met de ontbossing, waarom begin je daar niet nu aan? Het deed mij denken aan het afkondigen van een staakt het vuren in een hardnekkig militair conflict, wat ook vaak pas een week, pas nadat men de overeenkomst ingaat, zodat de winnende partij nog even maximaal schade even een kan aanbrengen aan de vijand. Ik vind dit. En binnen de komende 8 jaar kunnen we ongelooflijk veel ontbossen. Dat heeft meneer Bolsonaro in Brazilië wel getoond. Hoeveel onder zijn korte presidentschap ontbost is in het Amazonegebied. Dat van een
netto CO2-binder een netto CO2-emitter is geworden. Dus eigenlijk inderdaad, jij hebt natuurlijk inderdaad van die carbon sinks dan? Bij veranderend landgebruik en het kappen of verbranden even van bos, dan komt er gigantisch veel CO2 vrij. Ja, ja. En dat noemen we de carbon debt. Ik heb al zo'n verhaal gehoord over de oliepalmplantages in Zuidoost-Azië, waar het kappen en verbranden van veenbossen, die erg geschikt zijn om daar oliepalmplantages te starten op Sumatra en Borneo, dat de koolstofschuld die je dan opbouwt 357 jaar is. Dan moet je 370 jaar lang moet je op diezelfde plek weer bomen hebben die CO2 binden, wil je de uitstoot van die landverandering compenseren. Dus we dwijlen met alle kranen open. Het gaat heel erg slecht met onze planeet wat dat betreft. Maar we moeten positief zijn. Bomen blijven de allerknapste binders van CO2. En als een boom er eenmaal staat, dan moet je hem vooral laten staan. Of als je hem kapt, dan moet je hem gebruiken voor timmerhout. En dan moet je overgaan naar een houteconomie, een bio-economie. Met houten huizen, houten bruggen, houten alles. Dat je het niet verstookt. En zeker niet als biobrandstof. Ja. Maar dat je het vasthoudt. Dan kun je echt een verschil maken. Dan moet er gigantisch veel nieuw bos aangeplant worden. Om dat een beetje op schaal te hebben. En dan moet dat, dat weten we ook, dat moet je niet alleen maar waaibomenhout van één soort hebben. Want dan heb je kun je voorspellen dat je over een paar jaar weer massale ziekteuitbraken hebt. Ja. We hebben nu de afgelopen decennia, leven al door een periode dat iedere belangrijke commerciële houtsoort wordt wel getroffen door een of ander verschrikkelijke nieuwe ziekte waar geen kruid tegen gewassen is. Ja, de IP-ziekte is natuurlijk de essen-taksterfte natuurlijk. Ja, en de paardenkastanjebloedingen en weet ik veel wat. Dat is allemaal omdat er te veel van één soort bij elkaar staan. Ja, en ik heb ook zelfs een keer van een vuurdeskundige inderdaad gehoord dat het ook nog eens een keer zo is dat ze dan die boomplantages, de bomen eigenlijk zo dicht bij elkaar planten, eigenlijk om maximaal natuurlijk die grond te benutten. Ja, dat het vuur zo makkelijk overslaat dat als er een keer de vlam in de pijp is, dat dan ook vrij vlug inderdaad gebeurt. Maar je zegt inderdaad dus van, je kan wel bosbouwkunde bedrijven en je kan ook wel bomen kappen, maar dan om bijvoorbeeld dat op een duurzamere manier te doen, is bijvoorbeeld al om het hout in ieder geval niet te verstoken in een biomassacentrale, maar dat vooral eigenlijk vast te leggen in als timmerhout, in meubels, zeker, in huizen en dat soort. En je zal je bosbouw toch, je zult gemengde bossen moeten hebben, want anders dan monocultures. Dat gaat inderdaad, alle eucalyptusbosjes in Zuid-Europa, Portugal, die vliegen in de brand. Alle snelgroeiende dennen vliegen in de brand. En als je een goed gemengd bos hebt met coniferen en loofboom. Maar dan moet je wat meer investeren, wat meer geduld hebben voordat je daar goed hout in kan kappen. En dat ontbreekt natuurlijk. Maar die kennis is er dus wel om op deze manier een wat meer duurzame bosbouw. Natuurlijk. Dat is geen rocket science. En daar moet je mij ook niet over bevragen, maar dat weten gewoon mensen die in de boswereld zijn opgegroeid, weten dat als geen ander. Ja, ja. Ja, maar eigenlijk lijkt het daar ook vooral aan te breken. Het brengt ook ons een beetje terug naar het begin van het gesprek. Dat je zei van, dan heb je dus inderdaad de grootste houtcollectie ter wereld en dan kan je trots op de borst kloppen. Maar tegelijkertijd, er is eigenlijk geen grote onderzoeksgroep die daar ook wetenschappelijk werk aan doet. Ja, nu moet ik geen te grote broek aantrekken. Met houtcollecties kun je prachtig onderzoek doen, maar er wordt natuurlijk wel degelijk heel mooi onderzoek gedaan over al die complexe problemen over boombiologie, bosecologie en zo. En daar moet je dan niet voor in Leiden zijn, maar dan moet je, vooral Wageningen vind ik, daar heel mooi onderzoek naar. En daar moet je gewoon bescheiden als houtanatomische groep, moet je je steentje aan bijdragen.
Ja. En dat, maar ook het bijdrage van dat steentje zouden we wel 20 man voor kunnen gebruiken. Ja, ja, dus eigenlijk meer inderdaad meer aandacht voor deze fantastische tak van wetenschap inderdaad. En wat je, ik kan natuurlijk alleen maar onderstrepen wat je zegt, zoveel mogelijk natuurlijk gewoon bomen laten staan. Pieter, ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek en ook onze luisteraars thuis hartelijk dank en tot de volgende keer. Graag gedaan. Dit was weer een aflevering van Radio Horselnest. Dank u voor het luisteren.